Willem, groot gedeelte van de wedstrijd zijn jullie zeker niet de mindere. En toch verlies je hem in de laatste minuut. Erger kan niet. Nee, inderdaad. Erger kan niet. Maar ik denk, gezien de tactiek die we tegenover elkaar gezet hebben, gezien ook het fysieke gedeelte, ja, ze wordt geen kansen weggegeven. Denk ik dat wij morele winnaar zijn zonder punten. Ja, morele winnaar zonder punten, kan dat wel? Ja, blijkbaar, anders zou ik het niet zeggen. Want je had het over vier drollen waar je op moest kouwen voor de wedstrijd. Ja. Ik heb er de hele wedstrijd aan zitten denken aan die uitspraak. Maar ja, ik denk nu dan bij mezelf, komt er nog een vijfde drol bij? Nou, het is gewoon zo, als je in de hoek zit waar de klappen vallen, waar wij al weken zitten, dan kan dit gebeuren. En dat keren we zeker gezien wat ik nu... We hebben 14 dagen hebben we zeg maar gewerkt aan het mentale gedeelte. En dat heeft geresulteerd in een mentaal supersterke ploeg. Die tactisch goed stond, die mentaal goed stond. Ja, dan zie je dat wel effect heeft. Dus ze zijn wel te raken. En ik denk ook wel dat dit een soort van ommekeer is. Dat we hier met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Op de prestatie, niet op het resultaat. Met name de eerste helft, hè, denk ik, ja, werkt het precies zo zoals je van tevoren voorspeld had. Op basis van karakter, maar ook op basis van op het randje spelen, irriteren als het moet. Deden ze dat goed? Ja, heel goed, want de bedoeling was om die twee sterkhouders van hun te neutraliseren. Nou, de ene, Suzanne, heb ik niet gezien. Ik zou het niet weten. Dus dat heeft Oktay heel goed gedaan. En Mengerink heb ik ook niet gezien eigenlijk, totdat we hem bijna op 5 december een cadeautje gaven. Zo'n cadeautje in de laatste minuut, is dat iets wat nou eenmaal kan gebeuren? Of is dat iets wat ook te maken heeft met de concentratie vasthouden tot het laatste fluitsignaal ook echt geklonken heeft? Nou ja, je weet dat Mengerink op dit soort kansen loert. Moet je maar eens kijken de laatste twee wedstrijden. Hij loert hier gewoon op en dat is een van zijn kwaliteiten. Dus ja, het is ook hun kwaliteit natuurlijk. Je zegt zelf, hier putten we vertrouwen uit als ik kijk naar het karakter en het spel. Niet naar het resultaat. Wat is dan de sfeer in de kleedkamer zo vlak na de wedstrijd? Is die hoop er dan al? Nee, de sfeer is heel agressief en frustrerend. Ik bedoel, alles is door de lucht gevlogen in de en terecht ook. Alleen, daar win je niks mee. We moeten dit gewoon vasthouden en goed evalueren en analyseren wat er gebeurd is precies. En dan kijken we daaruit naar volgende week toe een goed resultaat kunnen gaan boeken.